Petkova. Haar vluchtelement. En ze moet opnieuw beginnen. En dat betekent een halve punt aftrek. En daar is hij dan, de Karchev. Deze keer pakt ze hem feilloos. Hij heeft het net even gemist. En daar de dubbele salto met hele schroef. Wat een ruimte hebben deze meisjes in hun afsprongen. Bijna zeggen van, er ligt een goede plank voor. Alleen het paard heb ik nog nooit gezien van Gymnova. Ja, daar kan het toch ook niet aan liggen. Dat is helemaal getest. Misschien is het gewoon puur pech wat we hier te zien krijgen. En Kozhetkova en ook een correctie doen, maar dat mag geen naam hebben. En dan hier de afsprong. Een dubbele salto met dubbele schroef. Ik heb het nog nooit eerder gezien aan de Brugongelijk. Absoluut nieuw onderdeel voor de dames. En u ziet, die ploeg doet daar helemaal niet moeilijk over. Hier de afsprong van Vabrishnova. En een schroef in de eerste salto en een schroef in de tweede salto. En net zo makkelijk uitgevoerd om te corrigeren. En hier het afgetrainde gezichtje van Korkina. Mooi en... En dit is ook heel mooi, die anderhalve draai. Stalder. En ook zij een dubbele salto met hele schroef. Leuk ook dat onderdeel, de Markelov. Een onderdeel wat ik ook niet vaak gezien heb bij de dames. En hier ziet u de afsprong nog een keer. En de eerste schroef bijna nog helemaal gestrekt. Dan nog even tijd is hier. Maar dan gaat toch eerst Brugongelijk. En dat betekent dat Koef even moet wachten. Sorokina. Met de endo. En de Jägersalto. Perfect uitgevoerd. Daar de knieën krommen. Ze raakt de grond. Dat is vreemd. En daar is de afsprong. Een drievoudige salto. Ongelooflijk. Ze heeft zelfs te veel over. Het is werkelijk onwaarschijnlijk. Ja, ik had het u al verteld. Absoluut wereldnieuws hier op Brugongelijk. Tijdens de trainingen stond ze perfect. En dat had ik zo graag gehoopt dat we het hier zouden zien. Maar ze heeft gewoon over. Ze strekt iets te laat uit.